Ik sta hier bij Gerry Verhaay. Vandaag een hele heugelijke dag. Ja. Want jij gaat een boek presenteren, hè? Helemaal waar, ja. Na 20 jaar zit het al in mijn bulk en nu is het eindelijk zover. Maar wat voor boek is het geworden? Fotokijk of alleen foto? Wat kun jij ervan vertellen? Het is een fotoboek, heel veel foto's staan erin, maar ook heel veel kleine verhaaltjes. Heb ik ook van mensen meegekregen, van de mensen erin. Maar het is heel veel boeren. Ja, mijn hart ligt eigenlijk toch op de boerderij, of ben ik niet op de boerderij geboren. En wat kan de mens het boek smeren? Ik heb het afgewisseld met natuur en met dieren. Ja, wat heb ik? Bloemen, ook bloemen. Voor de afwisseling. Ja, er staan er 244 pagina's en meer dan 800 foto's. Nou weet ik al dat jij vroeger bij ons thuis kwam, want ja. Je hebt onze moeder nog gefotografeerd, maar die is al 26 jaar dood, dus jij bent eigenlijk al heel lang bezig, hè? Ik ben vanaf mijn 15e eeuw begonnen, mondjesmaat, met een kleine kamer, dat moest ik zelf verdienen, zei als mam, heb ik ook gedaan. Maar ja, de fotografie, dat zit de hek van mijn vader, dat moet wel hoor, die zit in de genen, denk ik, ik weet het ook niet. Niemand heeft me gezegd dat ik het moest doen, maar ik vond het wel heel leuk. En ook de contact met die mensen, net als met jullie mam, met die ganzen erachter en die mensen waren ook, vonden het ook altijd heel leuk. En als hun het leuk vinden, vind ik het nog leuker. En was nou het laatste stapje geweest dat je zei, nou ben ik over de schreef, nou wordt het een boek? Nou, in 2008 heb ik een tv-opname gehad van de Blos, dat weet jij nog. En toen vroeg André Bloemen uit Vielensberg, wat zijn jouw plannen? Toen zei ik, ja, mijn plannen, laat ik het deur gewoon. Ik zei, maar ik heb wel een plan in mijn hoofd en dat is een keer een boek maken, omdat ik heel veel foto's heb. Oh, nou wens ik jou succes. 12 jaar geleden. Maar ja, ik ben toch begonnen. Eerst selecteren, van jaren terug gaan selecteren. Het was nog allemaal analoog, het zat allemaal in negatieve en zo. Ja, ik kon niet veel ben. Toen ben ik toch gaan selecteren en dan eindeloos scannen. En netjes een map op de pc, want anders kwam er niet meer uit, hè. Maar toen ik in begon een digitale foto's was, ja, toen was het een beetje handiger. Maar ook dan wat te selecteren. Ja, jullie moesten dat er mooi op. Nou kijk, dan gaan we gewoon kijken, want ja, het is toch graden harder hè, van de nonnenhoek. Het is graden harder dan een nonnenhoekje, ja, dat klopt helemaal. Het staat er echt heel leuk op. Ger, ik wens jou heel veel succes met het boek, want ja, ik neem er natuurlijk ook eentje. Ik neem er natuurlijk ook eentje, want ik wil wel natuurlijk al die beelden bekijken. Maar als ik zo rondkijk, is er toch, ondanks dat er niet te veel reclame voor gemaakt is, toch nogal wat mensen op afgekomen. Dus heel veel succes en misschien als het weer mag, dat jij een keer de studio inkomt. Ja, dat kunnen we dan wel doen. Als het weer allemaal mag van Rutte, zou ik maar zeggen. Succes, hè? Dankjewel. Ik zal proberen mijn eigen goed verstaanbaar te maken. En dat lukt volgens mij. Ja, mijn kleine zus die had mij gevraagd om hier vanmiddag een openingswoordje te doen. Dus ik wens jullie allemaal heel welkom vanmiddag in deze toch wel heel bijzondere setting. Maar aan de andere kant ook heel erg passend natuurlijk. Met dank op de eerste plaats aan Frans en Janine Verkempen die dit toch maar mogelijk hebben gemaakt op die presentatie van jouw boek, Gerry. Ja. Om dat hier vandaag coronaproof te kunnen presenteren. Welkom ook, wethouder Bouke de Bruin, namens de gemeente Boksmeer. Welkom de familieleden, bekende vrienden en vooral ook de mensen, de familieleden van de personen die in het boek staan, heb ik begrepen van ons zus. Heel veel wel. Goed zo. Ja, dat boek hè, ja, die droom. Die droom. Er is heel wat aan vooraf gegaan, kun je misschien wel zeggen. Ja, dat kunnen we wel zeggen. En zo omschreef jij het eigenlijk ook wel toen je mij wat dingen aanreikte voor mijn woordje vandaag hier. Want het is toch alles bij elkaar al meer dan 20 jaar geleden dat jij het idee oppakte om een keer een mooi fotoboek te gaan maken. Maar er waren echter nog veel andere dingen die jou bezig hielden en die je ook met liefde en plezier hebt gedaan. Dus het kwam er maar niet van. En zo nodig moest je toen ook een mooie film maken over Zambeek en die meermalen laten zien in de Weijer en op andere plekken. En zoals je net straks ook al vertelde hier naar de Blos, die waren er in 2008 en die hebben toen naar jouw plannen gevraagd. En toen heb je gezegd van ik ga een mooi fotoboek maken. En toen is alles aan het rollen gegaan. Jaren, uren, maanden, dagen ben je daarmee bezig geweest. Met het schikken van de foto's, het commentaar erbij geven, het op de juiste manier positioneren van de foto's, om een zo compleet mogelijk geheel ervan te maken.
En dat is dan weer typisch jij. Iedere keer als jij in het voorbije jaar bij ons aankwam fietsen, zonder om even te buurten, dan begon je al bij de poort te roepen, want dat doe je altijd trouwens. Oh, wat werd het toch mooi. En jawel, eindelijk. Na zoveel ploeteren, maar ook zo leuk om daarmee bezig te zijn, is het vandaag dan zover. Het resultaat mag er zijn, dat zeg ik nou. Ik weet het niet. Ik heb het nog niet gezien, maar daar ga ik wel even vanuit. Maar ik weet zeker dat de titel van jouw boek nog heel vaak uitgesproken zal worden. Als de mensen het boek gekocht hebben en erin gaan bladeren. En mag ik die titel al noemen? Ja, dat mag. Nou, kijk eens wat mooi. Ja, zo meteen dan, hè. Nou, dat kan toch niet? Ja. Dat vind ik tenminste. Dat zeg ik tenminste als ze het boek in de hand hebben. Ja. Weet ik nou al dat ze zeiden van, kijk eens wat mooi. Daar kom ik vanuit, hè. Ja, daar kom ik vanuit. Oh, dat denk ik wel. Nou, ik hoef niet meer te zeggen. Fijn dat jullie allemaal hier naartoe zijn gekomen. Maar nog één ding. Want soms hadden in het leven, en dat heb je misschien met jouw boek ook gemerkt, hadden we wel eens ooit een kruiwagen nodig om iets gedaan te krijgen. En bij het maken van de boek heb je volgens mij nogal veel kruiwagens gehad om dat voor elkaar te krijgen. Veel fijne, deskundige mensen die jou hebben geholpen. En daar ben je ze ook heel dankbaar voor. En daar ben je ook heel blij mee. Ja, daar ben ik heel blij mee. Dus er is eigenlijk nog maar één kruiwagen die nog ontbreekt. Maar die ga ik zelf maar halen. Die hoor ik zelf al. Goed zo. Dat was het. Iedereen nog een fijne middag. Let goed op elkaar en blijf gezond. Kennen jullie eigenlijk allemaal, want ik weet nog niet wie jullie allemaal. Een beetje. Ja. Daarachter zit weer mijn Josephine. Ah, dat kan zo. Niet echt erbij. Niet echt erbij. Oh, prachtig. Oh, dat is muziek. Wauke. Je mag het zelf pakken. Ik maak een nieuwe verhandeling, dus ik leg het hier neer. Maar dit boek is eerst voor jou. Pak het hem maar uit. Mag ik hem uit? Ja, je mag het uit. Doe het maar heel langzaam, het is een geboorte. Oh jee. Hoeveel uur mag het duren? Laat het maar zien. Oh, dat is de achterkant. Ja, dat maakt niet uit. Draai maar even om. Ja, zo ja. Nou, laat maar even zien. Kijk eens hoe mooi. Kijk eens, wat mooi. Ja, prachtig. Ja, wij kennen elkaar al wat langer dan vandaag. En eigenlijk had de burgemeester hier heel graag willen staan. Maar die is helaas heel even in het ziekbed. Dus vandaar dat ik de eer heb om hier te mogen staan. En dat vond ze heel leuk. En dat vind ik heel leuk. Ja, nou, dat is gewoon een eer als je zo'n prachtig boek na zoveel jaren werk hier mag, in ontvangst mag nemen. Ja, dat hoop ik. Nou ja, en ik wil er toch heel even wat woorden aan wijden, want ja, kijk eens wat mooi. Ja, we kennen de familie van Raai al wel langer dan vandaag. En kijk eens wat mooi slaat natuurlijk ook op de familie en iedereen die daarin zit. Van kijk eens wat mooie familie. Oh, daar heb ik nog niet bestemd maar dat is misschien wel zo. Maar het is op heel veel vlakken, want ik weet nog dat wij elkaar spraken en jij zei ja, in verband met corona. Ja. Dan moeten we toch, maar ja, kijk eens wat mooi, we hebben een oplossing. Ja. Want we staan hier toch maar met z'n allen. En kijk eens wat mooi dat familie van Kempen het goed vindt dat wij toch een agrarisch tintje aan de ontvangst van het boek kunnen geven. Ja, dan ben ik weer echt mijn open arm ontvangen. Echt hoor, dat was geweldig. Ja. Ja, en dan rukte de peerde. Dat is mijn parfum, hè. Ik heb niks aan als nodig, maar ja, dat is parfum. Dat is een peerdeluchtje. Oh, heerlijk. Ja, dat is leuk om te zien. Ik heb ook wel peerde gehad, hoor. Dus dan denk ik, oh heerlijk. Ja, ik vind het geweldig. Ja, en als je dan kijkt dat je vanaf je 15e zo werkt aan een boek. En dan dat uiteindelijk zo mooi tot zijn recht komt. En kijk eens wat mooi. Ja, wanneer zeg je dat nou eigenlijk? Hè? Van, soms loop je hier rond. En dan zie je heel veel mooie dingen. Dan zeg je wel zoiets, oh, zo ver op vakantie gaan. Hè? Maar hoe mooi het hier dichtbij is. Zo in Boksmeer, in Zandbeek, hoe dichtbij en hoe mooi het hier dan is. En ik denk ook als je veel meemaakt in je leven, en zowel leuke dingen als minder leuke dingen, krijg je steeds meer oog voor hoe mooi het eigenlijk is. En hoe mooi het eigenlijk ook is hier in de omgeving. Dus ik denk dat het boek Kijk eens wat mooi echt helemaal past. Wat ik ook heel bijzonder vind, 60 jaar vriendschap. Ja.
Dat is ook wel kiekes van mooi. Ja, dat is kiekes van mooi. Zo kun je dat toch op heel veel dingen zeggen. En dat er zoveel vrienden en familie hier vandaag zijn. Dat is toch ook echt, ja, kiekes. Dat is ook kiekes van mooi. Ik wou je bewust de titel in plat dialect hebben. Daar past geen Nederlandse titel bij. Waar je ook staat of doet. Nee, ik dacht, als mensen de boek in, want ik ga het, ik wist niet van worden. Ik ga de foto's en door die foto's had het hoor. Want Joel Bart, hè, daar weer op. Zonne lieve mens. En de inhoud van het boek moet een indruk geven van Veurop. De boer staat op, de liefste boer die ik ken, schaapjes, Madeleine, het mooiste plekje van Boksmeer en midden in de natuur. Zo wou ik ook, ik zei, maar ik wil absoluut groen eromheen. En ik ben moeten preken bij die mensen die het naar de druk brengt. Ja, maar je kunt dit. Nee, ik wil het zo. En dat heb je gedaan. En dat is toch gelukt. En dat is gelukt. Ah, kiep is wel mooi. Ja, ik bedoel, ik maak het goed, dan wil ik het ook hebben zoals het, als ik het wil hebben. Dat is ook en zo. En ons kijk hoe mooi Joe erin staat, in het groen. Prachtig. Ja. En waarom is dat? Daar zitten twee zonen van Joe, Geert en Tom. Maar die mensen heb ik het eerder laten weten. En waarom is dat de liefste boer die jij kent? Nou, die heb ik heel gekend als een hele lieve, rustige man. En als ik foto's gemaakt met de lammetjes. Ik heb ook heel vaak schapen van hem gered die pas dood waren, zou ik maar zeggen. En dan heb ik foto's. Maar die mensen die erin zijn, hebben gelukkig allemaal de foto's gezien. Dat vind ik wel fijn. Maar heel veel mensen zijn overleden. Ja, dat houden. Ja. Ik was 87, 5 jaar nou overleden. Maar die mensen, die familie, die heb ik eerder ingelegd. Ik wou niet hebben dat ze uit de kraan zagen, dit vader vuur opstaat. Dat kon ik niet hebben. Dus. Maar ze waren heel ontroerd en Jolanda was heel blij. En Tom ook, en Geert. Nou, ik vind het zelf ook heel mooi. Maar, ja, sorry. Ik vind het een lief mens. Ja, dat is toch ook mooi. Ja, dat vond ik heel mooi. Ik krijg heel veel foto's van u te zoeken. Dat is gewoon zo. Maar ik dacht, ja, dit vind ik mooi, want dan groeien er een hen. Ja, het was Boksmeer en Zambik en mooie mensen. Dus ja, mooie mensen. De mooiste mens moet dan voorop in dit geval. Ja, de mooiste mens, maar wel de liefste mens, laat ik het zo zeggen. Dat de mensen wel, ja. Je had het zelf niet kunnen zien, maar je had wel de filmpjes en de foto's kunnen zien. Dus dat is ook wel fijn, hè. Super maar ja, de zonen en de dochters, die kunnen er allemaal. En er binnenin was dat heel veel. Iedereen kent eigenlijk de mensen wel erin. Ja. Meer kreeg ik al een appje. Oh, nou weet ik ook wie dat vrouw op die fiets is, of dat manneken, of dat boerke door. Daar kent ze geen naam bij. En daar staan alle namen. Alle namen staan er ook in. Ja, alle datums. Ja, want vanaf maandag is het boek bij Van Dinter te koop, hè? Heb ik in ieder geval gezien. Dus dan, en eerder kan het nog niet gekocht worden, want ik kan me voorstellen dat er nogal wat verkocht kan worden. Ja, ik heb een kleine partij thuis voor de familie en de vrienden en de buren. Maar ja, als ze bellen en ik heb er nog, dan moet ze van mijn morgenmiddag tussen 12 en 3 even komen. Ja, want kun je er nog bij je laten maken als je tekort komt? Ja, dat heb ik bewust gedaan. Ja, het was ook maar een gok. Hoeveel moeten we bestellen? Hè? Ja. Dat is altijd een gok. En toen zei ik, nou, we hebben nou voor een bepaald aantal gekozen. Er liggen er ook in minuutjes. Maar dat was nog heel spannend. Vrijdag zijn ze binnenkomen. Gaan boeken. Zaterdag binnen, gaan boeken. Dan komen ze maandag. Nog gaan boeken. Ik kreeg dinsdag een bericht. Worden vrachtwagens. En ze kwamen helemaal uit het zwarte rood. Mm-hmm. Aan de Zwitserse grens. En die hebben een stop moeten maken. Dus 2 december, om 10:00 meer, had ik pas te boeken. Nou, toen viel er wel heel veel van mij af, want ik had heel veel geregeld, hè? De uitnodigingen en ja, ik moet alles regelen van tevoren. Dat kan mezelf in de hanen, maar dat had niet in de hanen wanneer hij kwam. Nee, en ik heb wel door dat graag de regie een beetje houdt. Ja, over het boek. Heel graag die touwtjes over het boek, wat er allemaal precies in komt, maar ook over het woordje van Tom. Maar jij moet iemand een beetje de regie houden, want anders komt er zoiets nooit op de plank te liggen. Eigenlijk vindt iedereen dat heel leuk, denk ik, om zo vastgelegd te worden in zo'n prachtig boek. Daar ben ik van overtuigd. Ja, dat denk ik ook wel. Nou. Jij had in ieder geval het eerste exemplaar. Dankjewel en nogmaals heel hartelijk gefeliciteerd. En ik zal ervan gaan genieten van alle mooie plaatjes, want kiek is wel mooi. Boksmeer en Zambeek en de mensen die daar wonen zijn. Ja, vooral. Dus dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ja, en ik vond het heel leuk dat je er was. Dankjewel.